Als je het afgelopen jaar bent begonnen met beleggen, dus in 2021 bent begonnen, dan is de kans groot dat je nu inmiddels een negatief rendement hebt. Oftewel, je hebt juist geld verloren totdat je bent gaan beleggen. En dat is niet heel gek. Dat is over de hele markt zo. Want verschillende indexen, verschillende beurzen zijn inmiddels ook in een bear market beland. Wat juist inhoudt dat ze 20% of meer zijn gedaald ten opzichte van de top die ze hebben bereikt. En daarom wil ik in deze video juist gaan kijken naar Warren Buffett. Want hij is uh, al ja, lange tijd belegger. Het is 80 jaar geleden dat hij zijn eerste aandeel kocht. Inmiddels is hij een van de rijkste personen ter wereld. En hij weet ook op lange termijn juist de markt te verslaan. En ik wil dan juist gaan kijken naar hoe hij dit doet. Uh, waar hij op let als hij een aandeel koopt en heel simpel gezegd wat eigenlijk zijn vier basisprincipes zijn om te beleggen. Dat gaan we dus bekijken in deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En in deze video gaan we dus vooral kijken naar Warren Buffett. Zoals gezegd, hij is al lange tijd uh, belegger. Het is inmiddels 80 jaar geleden dat hij zijn eerste aandeel kocht. En dus inmiddels ook een van de rijkste personen ter wereld. En zeker ook de rijkste persoon ter wereld. Die het in ieder geval heeft verdiend met juist door te beleggen. En juist omdat hij al zo lang bezig is met beleggen. heeft hij natuurlijk heel veel ervaring, heel veel kennis. En heeft hij eigenlijk alles wel een beetje meegemaakt. Of het nou oorlogen zijn, crisissen of stijgende inflatie. Alles heeft hij denk ik wel één of meerdere keren meegemaakt. En ik neem ook aan dat al die kennis en al die ervaring inmiddels samenkomt in de manier waarop hij belegt. Dus daarom is het juist zo interessant om te gaan kijken, ja, zoals gezegd, welke aandelen hij kiest en waarom hij juist deze aandelen kiest. Maar laten we eerst even gaan kijken naar zijn bedrijf, zijn aandeel Berkshire Hathaway en hoe dat vergelijkt met de S&P 500. En dan zien we hier zijn klas E-aandeel van Berkshire Hathaway, BRK.A is dat. Op de daggrafiek en zoals we hier kunnen zien, vorige week was het volgens mij nog in het nieuws dat het aandeel de 500.000 dollar per aandeel aantikte. Nou, inmiddels zijn we er doorheen en is het bijna 505.000 euro per aandeel. Um, ze doen niet aan een aandelen splitsing, juist omdat ze denken van mensen die investeren, die dit bedrag kunnen betalen, dat zijn ook mensen die dan vooral voor de lange termijn gaan en niet zozeer mensen die eventueel... Um, willen opties willen treden hierop of juist op korte termijn dus een heel bewuste reden waarom ze juist al zo'n lange tijd eigenlijk geen aandelen splitsing hebben gedaan en dan als we zoals gezegd we dit gaan vergelijken met eh, de SPX oftewel de SP500 en dan veranderen we even naar de schaal van de weekbasis dan zien we eigenlijk dat um, even kijken de oranje lijn is de SP en dan zien we juist dat de SP sinds de coronacrisis wel ja, eigenlijk boven de koers van, um, van de Berkshire Headway lag. Oftewel, hij deed het eigenlijk dus beter. Alleen juist de laatste tijd, sinds, ja, eigenlijk sinds begin dit jaar... zien we juist dat de S&P flink gedaald is... terwijl Berkshire we juist door is gegroeid. Dus het is een andere manier van beleggen. Um, Warren Buffett, zijn bedrijven zijn vaak veel... Um, ja, misschien simpeler of voor de lange termijn... of niet zoveel richting tech. Daar nou, zoomen we wat uit en pakken we bijvoorbeeld uh, sinds 2010, dan zien we dat eigenlijk een beetje vaak gelijk opgaat, maar juist de laatste tijd is dus een groot verschil zien. En hoe verder we uitzoomen, dan zien we eigenlijk pas, en dit is eigenlijk pas sinds 87 dan dat eigenlijk we burgers hadden we. Procentueel gezien veel harder is gegroeid met inmiddels 12 bijna 13.000 procent. Terwijl de S&P in diezelfde periode zo'n 1340 procent is gegroeid. Dus het is vooral iets, um, ja, zijn manier van beleggen is niet zozeer richting de korte termijn, maar juist gericht op de lange termijn. En zeker op de lange termijn zien we ook welke effecten dat heeft gehad en waarom hij juist zoveel uh, vermogen heeft op kunnen bouwen. En laten we ook gaan kijken naar de vier basisprincipes van Warren Buffett, hoe hij eigenlijk aandelen uitkiest en waarom hij sommige aandelen wel koopt en andere juist niet. En we zagen wel op ja, misschien de laatste tijd dat hij misschien niet zo goed heeft gedaan als de uh, SP 500, alhoewel sinds begin dit jaar juist weer wel. Dus het is vooral een ja, welk tijdsframe kijk je, maar hoe verder je uitzoomt, hoe groter eigenlijk um, het verschil is en waarom hij juist de laatste tijd misschien wat achter is gebleven. Heeft ook vooral te maken met dat hij juist nu op dit moment geen echt interessante aandelen kan vinden. Zeg maar. Hij heeft inmiddels meer dan 140 miljard, of tenminste, Berkshire Hathaway heeft inmiddels meer dan 140 miljard aan cash of cash equivalent staan. Zeg maar. Dus geld dat ze eigenlijk wel zouden willen investeren in aandelen, maar welke aandelen ze nu niet kunnen vinden tegen de ja, voorwaarden die zij eigenlijk stellen. Ze willen eigenlijk altijd een buffer achter de hand houden van 30 miljard voor als het nodig is, als ze nooit. Ja, bij andere mensen hoeven aan te kloppen voor hulp. Maar eigenlijk die andere 110 miljard... die hadden ze eigenlijk graag geïnvesteerd... alleen niet in de huidige markt... of niet tegen de huidige waardering. Dus laten we gaan kijken wat die vier basisprincipes zijn... waarop Warren Buffett of Berkshire... hadden wij eigenlijk een aandeel uitkiezen. En de eerste daarvan is dat je het bedrijf moet begrijpen. En dat klinkt eigenlijk heel logisch of ooit heel simpel... want je weet toch vrij snel wat een bedrijf doet. Ja, je kunt natuurlijk kijken naar... wat zijn de activiteiten van een bedrijf. Maar je moet ook vooral gaan kijken... Hoe zorgen deze activiteiten ervoor? Hoe wordt het geld daarmee verdiend? En je moet dan heel erg goed begrijpen hoe dat werkt. Hij is al lange tijd aandeelhouder van Coca-Cola bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk vrij simpel. Je weet dat Coca-Cola verschillende merken heeft. Of het nou Coca-Cola is of Fanta of andere merken. En je weet gewoon, ze hebben een bepaald recept. En dat wordt inmiddels in meer dan 200 landen ter wereld verkocht. Dus dat is heel duidelijk van... Ja, hoe dat gebeurt, wat ze doen, wat de activiteiten zijn en hoe het geld daar wordt verdiend. Maar kijk je naar een bedrijf als Apple, daar is hij inmiddels ook best wel groot aandeelhouder van. Volgens mij de grootste positie die hij daarvan heeft en ook de helft van zijn portfolio zit in Apple. Maar het is heel lange tijd geweest dat hij juist niet in dit bedrijf geïnvesteerd heeft, omdat hij gewoon niet, hij had niet zoveel met techniek, hij wist niet hoe een iPhone werkte hoe iets wordt gemaakt, wat de techniek is. En dat heeft er ook gewoon voor gezorgd dat hij hele lange tijd ook al was het misschien wel een interessant aandeel juist niet heeft geïnvesteerd. In dit aandeel, in dit bedrijf. En het is dan ook vaak heel belangrijk, en misschien is dat juist al bij technologiebedrijven, dat je heel goed begrijpt uh, wat het bedrijf doet en hoe geld wordt verdiend. Misschien nog niet nu, maar in ieder geval wel in de toekomst. Kijken we dan naar het tweede punt, en dan gaat het juist eigenlijk over een concurrentievoordeel dat een bedrijf heeft. Oftewel wat hij noemt de moot. Een moot is eigenlijk een Engels woord voor een beetje de slotgracht rondom een kasteel. Dat zorgt ervoor dat zeker in de tijd van oorlog of... In ja, bedreigingen eigenlijk dat een kasteel zijn brug op kon hijsen... En dan konden uh, mensen niet zo makkelijk bij het kasteel komen. Dus het is eigenlijk een soort van beschermlaag, zo zou je kunnen noemen. En dat zoekt hij ook bij bedrijven. Hij zoekt juist uit dat bedrijven een bepaald voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie. En dat zorgt er ook voor dat ze lange tijd dit concurrentievoordeel hebben. En daardoor is het aandeel uiteindelijk interessanter. Want misschien hebben ze wel een bepaalde marktpositie die ze kunnen behouden op dat moment. Meer marge kunnen maken met dit voordeel. En dit zijn dus dingen die die, uh, eigenlijk, ja, waar hij naar op zoek is. Eigenlijk zijn er vijf uh, voordelen: concurrentievoordelen. Ik heb al eerder een video gemaakt en ik zal hem hier even linken. Dan kun je kijken welke dat zijn. Maar laten we eerst even kijken naar uh, twee voorbeelden van bedrijven. Zoals ik straks al zei, hij is groot aandeelhouder al lange tijd van Coca Cola. Nou, Coca Cola is denk ik misschien wel de bekendste positie van Warren Buffett. En dit bedrijf heeft dan ook verschillende modes, oftewel concurrentievoordelen. Ten eerste natuurlijk de merknaam. Iemand anders kan wel een ja, cola-merk beginnen. Maar voordat je dezelfde naamsbekendheid hebt als Coca-Cola... dat kost heel veel tijd, heel veel geld en heel veel energie. Denk ook zeker aan het recept. Je kunt wel een ander merk beginnen met cola. Maar dan, ja, iedereen kent Coca-Cola. Iedereen weet hoe het smaakt en iedereen... Ja, weet wat je daarvan moet verwachten. Ook dat is iets wat heel moeilijk na te maken is. En kijk bijvoorbeeld naar de distributie of de schaalvoordelen. Juist omdat Coca Cola al op zo'n grote schaal produceert, zijn de kosten vaak heel erg laag. En ze hebben inmiddels een wereldwijd netwerk opgebouwd van, concurrent, of van distributie. Dus ook dat is een voordeel. Kijk naar een andere positie, waar we het net ook al over hadden, over Apple. Nou, iedereen kan in principe computers bouwen of telefoons bouwen. Dat doen ook heel veel bedrijven. Maar toch heeft Apple verschillende modes en waarschijnlijk ook dus redenen waarom Warren Buffett inmiddels hierin geïnvesteerd heeft. Denk natuurlijk ten eerste aan wederom de merknaam. Iedereen kent het merk Apple en weet wat je bij dat ja, merk moet verwachten. Je weet dat de producten. Vaak wel iets duurder zijn, maar van heel erg hoge kwaliteit zijn. En je weet dat het vaak het gebruiksgemak ook heel erg hoog in het vaandel staat. Dat heel veel mensen dat juist fijn vinden. Dat komt een beetje samen met het ecosysteem, zeg maar. Je weet dat als je een telefoon hebt en naderhand een iPad koopt of nog een computer, dat alles met elkaar samenwerkt. Dat je de gebruikservaring van het ene product meteen kunt gebruiken op het andere product. En dat dus alles ja, heel fijn samenwerkt. Inmiddels zien we ook dat wel bij meer bedrijven komen. Maar zeker in het begin was Apple, was daar wel heel erg sterk in. En je hebt natuurlijk, zeg maar, de fanboys van Apple, uh, mensen die gewoon altijd het nieuwste willen kopen en ook bereid zijn juist om daar wat meer voor te betalen. Dit zijn klanten die um, ja, het fijn vinden om mooie producten te hebben, producten die fijn werken en ook eventueel wat meer te betalen. Dus het is ook heel fijn dat mocht... Uh, Prijzen zoals nu, heel veel grondstofprijzen stijgen, dan is het voor een bedrijf als Apple relatief makkelijk om deze kosten door te berekenen, omdat de klanten toch al bereid zijn wat meer te betalen voor een product. Het derde belangrijke basisprincipe is het management, en dan vooral een management dat heel betrouwbaar is. Met heel veel ervaring, vooral ook een blik op de toekomst. Dat het juist ja, um, heel fijn is voor aandeelhouders. Dat ze weten wat ze kunnen verwachten. Uh, die verstand hebben van zaken dus. En die ook goed zijn voor de aandeelhouders. Dat is waarschijnlijk dus wel een reden waarom Buffett heeft geïnvesteerd in Apple. Maar bijvoorbeeld niet in Tesla. Kijken we naar Apple, dan zien we daar nu Tim Cook als CEO. Um, hij was al werkzaam bij Apple in de tijd van Steve Jobs. Hij is waarschijnlijk al helemaal voorbereid dat hij de opvolger van, zou zijn. Dus Um, heel veel dingen werden hem al geleerd en dat zorgde ervoor dat het natuurlijk voor het bedrijf heel goed is dat ze langzaamaan over konden stappen, dat het bedrijf geleid kon worden zoals het vroeger ook al ging. En dat is heel fijn ook voor aandeelhouders, dat je weet, deze mensen werken er al lang, die kennen het bedrijf goed. Um, daar kun je als aandeelhouder op bouwen. Ze hebben een heel duidelijke visie voor de toekomst. Inmiddels is dat allemaal heel erg goed uitgepakt. Is de winstgevendheid heel groot geworden. Dat zorgt er ook voor dat ze juist aandelen op kunnen kopen, dividend uit kunnen betalen. En op die manier dus juist aandeelhouders kunnen uh, belonen op die manier. Denk dan aan een ander bedrijf, wat misschien ook wel heel interessant is, maar niet voor Warren Buffett. Want kijk bijvoorbeeld naar Tesla. Stel, hij zou al precies weten hoe wat rijden worden gemaakt, hoe elektrisch rijden werkt... of hoe full self-driving is, hoe de software is... dan zou het volgende punt een management zijn. En ik denk niet dat Buffett daar heel enthousiast over is. Natuurlijk, Elon Musk is heel slim, is misschien zelfs wel een genie... maar het is niet per se een heel betrouwbaar iemand. Het kan zomaar zijn dat hij s'nachts ergens een tweet verstuurt... die flinke impact heeft op de koers en dat is het laatste wat je wilt... als aandeelhouder en zeker als je miljarden investeert in het bedrijf dan wil je niet zo dat een CEO op deze manier uh, ja, eigenlijk negatief effect kan hebben op de koers. Het is natuurlijk ook nog een bedrijf wat relatief jong is, dat zich nog moet bewijzen, inmiddels wel wat ervaring opdoet, maar toch anders is als een gevestigd bedrijf zoals Apple. En dat zal onder andere dus ook een reden zijn waarom Warren Buffett dus niet in Tesla heeft geïnvesteerd. Dus een management uh, wordt misschien vaak niet zo heel veel meegenomen in een, in een onderzoek naar een bedrijf. Maar ik denk ook zeker wel heel belangrijk, omdat je juist als belegger zijnde richting de toekomst wil kijken. En hoe beter het management, hoe makkelijker voor jou dat is om de toekomst ook in te schatten. En het laatste punt of het laatste basisprincipe, dat gaat juist over de margin of safety, oftewel een veiligheidsmarge. En dit is dan eigenlijk een soort van een veiligheidsmarge die je inbouwt in je berekening op een moment dat je een aandeel gaat waarderen. Ik heb er al eerder een video over gemaakt, ik zal hem hier even linken, maar ook zeker onder de video plaatsen in de beschrijving. En het komt er eigenlijk op neer dat je, uh, als je gaat kijken naar een koers die gaat op de lange termijn over een jaar of over... Vijf jaar bijvoorbeeld, gaat die eigenlijk nooit in één rechte lijn omhoog. Je zou wel kunnen zeggen dat een beetje het gemiddelde de prijs is die eigenlijk hoort bij het aandeel. Maar dat er juist door emotie van beleggers op sommige momenten juist beleggers bereid zijn meer te betalen voor het aandeel wanneer het heel erg goed gaat met een bedrijf of met de markt. Maar juist op andere momenten, zoals misschien ook wel de laatste weken rondom de oorlog in Oekraïne. Uh, grondstoffen die duurder dreigen te worden, dat soort dingen, dat juist op dat soort momenten het aandeel uh, flink goedkoper wordt verhandeld, dat de koers flink daalt en dat juist door emotie misschien op dit soort momenten mensen eigenlijk, ja, of dat het verhandeld wordt onder een prijs die eigenlijk reëel zou zijn. En dat zijn juist de momenten waarop Warren Buffett dan het aandeel wil kopen, omdat hij juist op dit soort momenten misschien wel de margin of safety, oftewel de veiligheidsmarge kan hebben. En je kunt een veiligheidsmarge eigenlijk op twee manieren toepassen als je een waardering maakt. Je kunt bijvoorbeeld eerst helemaal uit gaan rekenen wat de waardering van een aandeel is volgens jou op basis van... Uh, verwachtingen die je hebt, waarderingen die je doet voor de toekomst. En dat je daar op dat bedrag de veiligheidsmarge toepast. Dat je bijvoorbeeld zegt: je komt bij Apple aandeel uit op een prijs van, noem maar even, iets: 200 dollar per stuk. Maar dat je dan 25% toepast, 25% marge toepast. En je zegt dus eigenlijk: ik vind het 200 dollar waard. Maar omdat ik mijn risico wil beperken, wil ik eigenlijk 25% korting. Oftewel, ik koop het aandeel pas wanneer het 150 dollar aantikt. Maar je kunt het ook op een andere manier berekenen. En dat is juist wel rekening houden. En niet uitgaan van bijvoorbeeld een gemiddeld rendement van 7% per jaar. Maar dat juist ophogen. Laten we zeggen dat je zegt: ik doe dat vaak in mijn waarderingen. Ik wil graag 12% rendement per jaar. Omdat ik een los aandeel kies, wat meer risico loop en het verschil tussen de 7% van de markt of de 12% die ik zou willen die 5%, dat is eigenlijk al een beetje margin of safety en zeker wanneer je dan een waardering maakt voor de komende 5 jaar bijvoorbeeld, dan heb je dus ieder jaar 5% marge wat uiteindelijk gedurende die 5 jaar uitkomt op ongeveer 26 27% marge die je op die manier inbouwt dus in plaats van achteraf Pas je het eigenlijk ieder jaar al toe in je berekening. Uh, hoe je hem toepast. Op welke twee van deze manieren, dat maakt niet uit. Het is denk ik wel heel belangrijk dat je hem toepast. Aan de ene kant dus om ervoor te zorgen dat je eigenlijk de voorspellingen die je doet voor de toekomst. Je weet nooit precies hoe het uit gaat pakken. En als het wat negatiever uitpakt dan je denkt. Dan heb je in ieder geval nog een marge. Of juist als het heel erg goed uitpakt, dan dat je altijd op de juiste. Of een heel goede koers in ieder geval hebt gekocht. Waardoor je je rendement kunt optimaliseren. En wil je nou nog aandelen ontdekken? Analyseren, onderzoeken of een waardering maken. Kijk dan ook zeker op beleggertools.nl. Dat is de website die ik heb gemaakt. Juist met tools om jou te helpen als belegger zijnde. Juist om aanleden te onderzoeken en te waarderen. Een link vind je ook onder deze video terug om meer informatie ook daarover te vinden. En heb je nu nog tips, suggesties of andere feedback? Laat het dan ook zeker weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.